De maand maart is uitgeroepen tot Social Workers Month. In deze maand wordt er extra aandacht besteed aan het werk dat sociaal werkers verzetten. Asha Naipaal, penningmeester van de Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname, legt uit dat sociaal werkers anderen leren beter om te gaan met zichzelf in hun sociale omgeving. Ze wijst erop dat de vereniging zich bezighoudt met het professionaliseren van maatschappelijke werkers. Van de schoolbanken komt, heb je eigenlijk nog niet alle tijd. Vandaar dat we ook heel veel trainingen doen voor verder professionaliseren van maatschappelijk werken. Maar ook het sociaal werk in Suriname te verheffen. Toch? Sociaal werk in Suriname heeft nog niet de plek waar het zou moeten hebben in onze Surinaamse maatschappij. Wij willen gaan voor erkenning, we willen gaan voor de waardering van social workers. En dat is dus ons doel. Naipaal zegt dat tijdens de Social Workers Month er een beroepscode voor sociaal werkers gelanceerd zal worden. Daar heeft de vereniging in de afgelopen periode hard aan gewerkt. Begin van deze maand gaan we het launchen. En iedereen die dus dan zo'n beroepscode heeft, die wordt dan in de gelegenheid gesteld een training te volgen, waarin de richtlijnen worden gegeven hoe om te gaan met de beroepscode. Asha Naipaal is penningmeester van de Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname. De vereniging zal gedurende deze maand ook andere activiteiten ontplooien ter professionalisering van sociaal werkers.